je iets aan dingen doen. Ga maar zitten. Nee? Je gaat niet zitten? Crazy frog leg. Zit je goed? Neem een voorbeeld, Harley. Neem een voorbeeld. Ja, kijk. Jouw hele fles staat daar op tafel. Neem dit? Een ga voorbeeld. Ga jij het trouwens ook doen? De linker. Lolulu. Okay, Loe, is genoeg, kusjes. Ja, dankjewel. Oh, lief hoor. Heel lief. Ga maar met je giraf. Waarom? Oh, camouflage. Ja, dit vind ik altijd zo stom van haar. Ik... En dan denk je echt... Of toch, dat doet ze wel. En dan kijkt ze gewoon van... Oké, dan toch lekker niet. Ze wil gewoon lekker bij jullie zitten, op de grond. Ze denkt, blijkbaar is hier een feestje gaande, want jullie zitten allemaal op de grond. Maar het is geen likfeest. Het is geen likfeest. Het is geen kusjesfeest. Dankjewel, heel lief. Hoef niet, hè, jouw likken hoofdje. Ja, jouw hoofdje hoeft ze niet te likken, zo vervelend. Zeg nee. Nee, goed zo, ja. Oh. Wow. Reflex. Echt. Oh my god, breed, lang geslapen. Heerlijk hoor, flesje. Geven 8:30. En toen zeiden we gaan nog even liggen. Kort vertrouwen voor de wakker. En dan toch, nou moet ik jou nu warm geven. En een flesje en doen. Niet dat ze meewerkt. Maar dat is niet erg, want ze is dan wel ready voor de day. En nu denk ik, oh ja, ik moest even video's opnemen met Matthijs. Die zit nu te wachten bij ons op kantoor. Want het kantoor is helemaal leeg, want dat is nu helemaal verhuisd. Daar zijn ze nu mee bezig. Nadie en Res en Delano en... Ja. Ik moet in het ritme weer. Ik ben een beetje helemaal verwend met het ziekenhuis. Wil lekker relaxed wakker worden. Je mag gewoon relaxed wakker worden, maar je hebt wel gewoon een planning. Dus ga maar gewoon, liefie. Lulu, wat zitten jullie nou heel blij? Met Bunny. Ze zegt, hey, ik luister nu Bunny on repeat in mijn auto. Zij is, dus ik luister het op. En, vind je het leuk? Lulu! Lekkere nummers. Kappen nou, we verhuizen jou ook niet mee, hoor. Blijf je achter. Even een samenvatting. Wij, fucking long duur zo. Die dozen daar, die moeten weg. Oh, dat is niet tegen ons. Nee, jij bent ook eigenaar van dit bedrijf. Maar je doet weg, waar naartoe? Je hebt het op de grond gezet. Geen instructies, niks. Je zet gewoon doos op de grond. Ik heb hier de kledingzak. Mag die dan in de auto? Ook niet, hè? Je hebt kleur. Nee, dat doe ik ook wel. Ik gooi het wel. Ik doe het allemaal wel. Maar die kledingcontainer moet echt naar de container, maar boeien. Doe maar weg. Nee. Ik ga geen kledingcontainer. Oh, dit ga je wel doen. Maar sowieso, we zijn naar Erik's kantoor geweest. Maandag, zij weet alles. Maandag gaan de twee tafels naar boven. Of jullie kunnen bij hun aan het blok zitten, maar ik denk dat het lekker is. Wij hebben de bovenste verdieping. Mm-hmm. Laten we gewoon lekker onze verdieping houden. Ja, we gaan even bij vrienden op kantoor zitten. En dan, want we hebben even geen kantoor, hè? Het is leeg hier, hoor. Heb je afscheid genomen? Hebben we afscheid genomen samen? Nog niet officieel. Moet het nog? Is vandaag... De laatste dag. Is het echt waar? Ja. Oh. Misschien moet jullie dan even met z'n tweeën een nasluiting zijn. Ja, dat is een goed idee. Dat heb je sowieso wel nodig, denk ik. Ja, ik ga nu even de video opnemen. De reel nummer 2 voor de merch. Gaan we op video opnemen? Nee, ja, dat zou wat zijn. Ray J en Kim K. Gaan we toch nog viraal. Alles is leeg. Nou ja, nog niet helemaal leeg, want maandag komt kringloop. En die haalt een paar dingen op? Ja, die haalt de dressoir op. De bureaus gaan mee. Maar niet die bureaus, toch? Ja. Oh, die blijven daar niet. De eettafels? Nee, die zijn te diep in. De eettafel gaat mee, dat ding daarachter, de lamp. Ja, dat soort dingen wel. Cool. Nou. En dat is echt klaar. En dan is het een afsluiting van een hoofdstuk. Ja, en dan gaan we naar het volgende hoofdstuk. Maar wat hebben we toch mooie momentjes hier gehad. En de eerste mijlpaaltje, sowieso onze eerste kantoor, dat was al een mijlpaal. Maar gewoon hier, ja, beneden nog alle badjassen inpakken met de hele fam. Veel herinneringen hier. Hele leuke momenten. Ik liep naar boven, toen dacht ik, laten ze dat hekje er ook op zitten. Die hadden we toen voor Lulu. Dit was ons eerste kantoor. Ja, nou ja. Niet eens het eerste kantoor. Dit was een soort van gekke mijlpaal. We hebben een kantoor nodig. Dat gewoon. We hebben een kantoor nodig. Dat is toch ook gek? Dat je dan begint aan je eettafel, s'nachts, s'avonds werken. En dat je dan zegt, ja, we moeten nu dus we moeten een ruimte. Maar het was dus pittig, hè? En dan moet je nu nog al je mailtjes doen. Nou, dat is een lot. Heel leuk zijn de video's geworden voor de merch. Maar echt hilarisch. Jij denkt echt, ja, nee, ja, wij vonden het heel grappig, Matthijs en ik dus. Nou, vaak. Leuk, hè? Ik heb ook eentje in mijn blikkenmand. Die ga ik laten. Kijk, ik heb die gekregen, hoor. Ik heb die gekregen. Shout-out naar Go Frankie. Zeg ik het goed? Ja. En dan heb je dit. Go kijk. Frank. Go Frank. Oh, Frankie. Ja, sorry. Ik zeg Frankie, maar dat is natuurlijk ons kind. Hoezo heb je die gekregen, hè?
Omdat ik... I'm a creator. Nee, via Thijs. Die heb ik van me gehosseld. Kijk, en dan dit. Het is wel heel veel jas, hè? Nou, als je stel je wilt alleen een trenchcoat, want je gaat niet door het bos lopen, het is niet guur. Dan heb je gewoon dit weg en dan heb je een mooie trenchcoat. Oh, dat is wel mooi. Maar als je zoiets hebt van, nou, het is toch wel fris en dan doe je voering erin. Bam, en dan heb je echt een warme jas. Oh, weet je wat mijn jas altijd? Ja, je hebt van die opzetstukken en die dingen. Dus ja, het is veel jas, maar het is ook helle cool. Ja, ik vind het wel leuk. Is toch leuk? Ja, het is geen lelijk jas. Nee, ik denk dat zeker niet. Het is ook geen mooie jas, maar met een geintje. Nou ja. Geintje. Nee, het is mooi. Ja. En je mist altijd een nette, lange jas. Want je hebt vaak soms een jurk aan en dan heb je zo'n puffer eroverheen. En denk je, dit klopt niet. Of zo'n mantel tot je knieën, denk je, dit klopt niet. Nu heb je iets langs. Alle gewaden voor events kunnen hieronder. En dat vind ik, soms kom je zo aan heel dat je denkt, oh, snel mijn jas uit. Want dan kom je met zo'n half vliesdekentje, toch? Ja, jij hebt gezat jassen, want jij bent tegenwoordig shopper boy. Oké, nou, the end of an era, zullen we maar zeggen. Ik ga Novi halen. Ja. En dan gaan we... Ga je die hoekje laten? Nee, toch, ik neem hem mee. Mag. Oh, ik heb wel het uit. Ik kom toch wel laat thuis, dan kan ik hem meteen uitlaten. Ik heb haar uitgelaten hier nu net. Ja. Tenminste, ze mocht buiten van me rennen toen we die film te opnemen waren. Ze vond het geweldig. Laat hem mee. Ik laat haar hier. Vanwege deze zweep van Brie. Zweep van Brie. Ja, precies, dat begreep ik. Ja, volgens mij was hij voor... opnemen van een keer een video. Maar Brianna had hier ook de paardrijspullen. Ja. Hoi, oma. Ja, zo kroop. Ja. Wie? Klein kindje op Instagram dacht dat de Superman was. Nee, hoeft niet meteen. We kunnen ook praten over iets wat we gezien hebben op een scherm. Je hoeft niet meteen op een scherm. Dat is zo grappig. Die vader kwam ook echt van... Dit doe je nooit meer, hè? Wat dacht hij dan? Sprong hij van iets af? Ja, van de trap zo. Dus het was zo'n trap. En hij komt zo... Ah, Superman! Was er niks onder? Geen matras? Hij had geen ergens... Nee, ik kwam echt hard neer. Die vader Ik had ook een leuke video gezien. Het heet Guess the Fart. Dan zegt iemand Guess the Fart. En dan vraag ik jou, raad me ruft. En dan moet jij een geluid maken. En dan gaan we kijken of het in de buurt komt van me echt het pufgeluid. Je gaat stuk, want die jongen doet zo... En je hoort zo'n puf. Het lijkt er echt op. Al die puffjes zijn identiek. Het is zo grappig. Dus als we een puf, behalve bij Henna, want oma vindt dat niet leuk. Dus want die houdt niet van puffjes in gezamenlijke ruimtes. Maar zodra je als je een puf voelt, moet je, vraag je mama, raad de ruft. Raad de ruft. En dan doe ik... Ik heb er nu een puf. Raad de ruft. Heb je nu eentje? Voel je eentje klaar? Ja. Gaan jullie maar net als deze gaan uitlopen? Ja, toch. Oké, boven. Heb je hem nu echt? Kan je hem nu laten? Oké, kom dan. Kom dan. Maar hij moet niet... Ja, hij is al gelaten. Oké, dan was hij niet zo geladen. Maar je moet echt... Die zijn geluidloos en... Ja, geluidlozen kan je... Die zijn... Nee, maar... Ik heb kleintjes die... Wee, kijk mama. Je moet aan mijn vader vragen. Kijk mama. Ja, maar zo doet u altijd. Hij gaat altijd zo zitten. Als iemand zegt, ik heb gepufft, dan gaat ze al. Nee, deze is niks. Er gebeurt niks. Nee, maar echt, als zo'n dampoetje. Nee, maar ik... Vertel wat je gisteren tegen papa en mij vertelde. Nou, even zeggen die truc. No, dat dacht ik niet in deze. Fuck. Oké. Dus natuurlijk, ik ken hem. Ik heb trucjes. Kinderen hebben trucjes. Er zijn slimme kinderen op de aarde die beter kunnen denken als hun ouders, zoals deze moeder hier. Mm-hmm. Wat heb je zusje in haar hand? Een eentje, een speeltje. Ja, een woordje met speeltje. En ik heb trucjes. Ik druk jou er soms meestal in. Ik druk terug mij erin? Heb je niet door? Het is makkelijk om jou erin te trappen. Ja, jij was niet te laat te trappen, maar vertel. Ja. Papa is gewoon makkelijk. En vertel de truc. Ja, ik had trucjes bijvoorbeeld. Ik ben stiekem. Ga ik naar dan bed. En dan doe ik alsof ik aan het slapen ben. Als mijn papa naar beneden is. Dat deed ik toen nog. Eergisteren, ja? Nee, niet eergisteren. Gewoon toen jullie nog niet achterkwamen. Dacht je nog net zo? Ja, luister, dat is het. Toen is papa beneden. Ja. Je pakt de tablet, stiekem. Ik was zo aan het slapen. Kinder, ik was aan het kijken. Ligt daar. Oké, nu moet ze. Go for your run. Ik moest heel, maar ook echt zo. Hoe dom ben je?
Cute ook wel. Dom. Is goed. Maar het is goed. Nee, mag je maar je bent, doe het niet meer. Dat je zei, dat maar de truc is, even to de truc. Ja, maar mag je het over wat doen? Wat was dat ook weer, oma? Dat hij trucjes heeft en voor ons allemaal. Ja, maar waar ging hij naartoe lopen? Ging het erom wie er... Nee, daar ging het erom wie er het makkelijkste in de trucjes viel. Ga ik dus. En ik zeg, heb je ook trucjes voor mij? Ja, ja, ja. Ik zeg, maar ik heb wel een paar keer betrapt. Ja, helaas, klopt. Maar ook papa trapt er soms in. En wie en mama? Hij zegt, mama! Oh. Helemaal. Ja, hij zegt die. Helemaal. Maar wacht even, de truc is dus dat jij stiekem de tablet pakt en dat je in je bed erop kijkt. Nee, trucjes. Hij heeft. Ja, maar ik heb nog steeds geen truc gehoord, dus ik ben aan het wachten. Nee, maar hij vertelt de trucjes niet, dat is niet dom. Nee, dat kijk hoor. Heeft hij niet verteld? Maar hij vertelt nu in ieder geval over een truc en dat is stiekem de tablet pakken. Dus pas op, er komen nog trucjes. Nou, alles gaat op lock, alles gaat op lock, lock, lock. Deuren moeten op slot, kasten moeten dicht. Ik dacht het wel. Nee, maar dan weten we dit. Nee, dankjewel voor deze. Maar ik kan ook stoppen met die trucs. En jij was de makkelijkste. Nee, ja, ik ben zo te foppen, klopt. Ja, hij was bevestigd. En bevestigd. Hij had ook, ik zeg, en dan trap ik er ook weer. Hij zegt zo. Maar zeker, ja, maar we worden allemaal dus getrucreerd. Top. Moet ik stoppen met ja, natuurlijk. Ik had toch gewoon dingen vragen? Het is gewoon jokken, het is gewoon bespelen. Het is gewoon. Nah, dat is niet hoe we zijn, toch? Dit kan je beter uit beeld zetten. Ik was gewoon die dag op school, zat ik er gewoon niet in de klas. En nu is gewoon niet in de klas? Echt, ik was gewoon, ik wou gewoon echt niet naar school. En ik was slaperig. En dus bijna sliep ik niet. Dus, omdat je zo lang op tablet zit in de avond, stiekem. Ga door. Ja. En dus... Ja. Ging ik naar Kenneth, ik zei Kenneth... Doe het voor! Toneelstuk! Ja. Van jou, dank je moeder. Wat? Je vindt het toch, maar oké, is goed. Kijk, dus zo. Kijk. Dit is dus... jij bent Kenneth, hè? Nee, ik zeg gewoon. Ik zeg niet. Ik zeg wanneer, want dan moet, sta ik gewoon zo naar je. Wat is doe? Zeg ik Kenneth. Wat is je doe? Ik zeg ik Kenneth. Ik voel me niet goed. Oh, wauw. Wat is je ja, is goed. Ja. Ik, over 15 minuutjes, als je het nog een keer hebt, bel voor je ouders. Iets van, we zeggen 7 minuutjes daarna. Ga je weer? Kenneth, ik voel me echt niet lekker. Kunt alsjeblieft mijn ouders bellen? Eindstand, ik ging naar huis. Dan, Loes. Precies. Maar jij weet wel, als jij nu zegt, ik voel me niet lekker. Nee. Geloof ik het. Maar zeg dan niet nou, tegen Kenneth. Weten we dat. Zeg het niet tegen de leraar, oké. Okay. Dat niet klappen. Mie klappen you. Niet los. Anders raak je de weg nog kwijt. En dan heb je, krijg reuze spijt. Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los. Ik ben de Saint Dagoe, snap je? De Saint Dagoe taxi. Goedemorgen. Goedemorgen, baby. Baby wakker. Baby wakker. Ik kom naar je toe, kusje. Doe maar alsjeblieft. Alsjeblieft, ze kan je vallen en ze met haar wond. Doe maar wel voorzichtig, oké, jongens? Ja. Voorzichtig altijd, hè? Chocolade. Is dat chocolade? Jij zei chocolade. Chocolade. Chocola. Chocola, nou. Chocola, lekker. Zijn net wakker. Zullen we beginnen met ontbijt? Chocola. Lekker. Ja, ik was een beetje laat vandaag, sorry. Het ging even allemaal helemaal minder en wat trager. En ik had nog een middagslaapje gedaan met Harley. En ze wilde niet zo goed drinken, dus ik was ook een beetje in de stress. Want we hadden plasmedicijn en ik vond het allemaal kloten. Maar ik hoor dat ze het nu goed gedronken heeft, dus... Veel plezier. Daar staat je zuikkamer. Oh ja, maar hoeveel kopjes nou? Drie. Heb je ze wel tot de nok vol? Oké, nou, hoop van zegen. Ja, staat achter de lamp. Oh, waarom? Ja, omdat drie is lelijk. Oké, drie is lelijk. Dus daarom even twee en dan eentje spare. Dus die kan je pakken als je hem nodig hebt. Ja, en ik heb deze nog heel... Hey, dokie, doei. Kijk, ik heb normaal altijd een kopje en een thee, zeggen, noemen we dat een theekannetje. Maar die heb ik laten staan in het theater de Schiedam. En nu moet ik het hiermee doen. Daar staat het kopje.
twee kopjes op het krukje. Terwijl Theater aan de Schie zei, we gaan het opsturen, we hebben het gevonden. Dat is niet waar, want we zijn dik twee weken voorbij en nee hoor, het is niet gebeurd. Desalniettemin kan ik ook vocht uit iets anders drinken, maar toch, het is leuk. Ik had het speciaal gekocht voor decor en ik hoop dat het niet kwijtgeraakt is. Het is heel stom, maar het is een beetje OCD-achtig van ik moet uit dat kopje drinken. Kan ook uit een andere, maar toch. Jullie snappen het wel, hè? Als iets een vast stramien heeft, dan heeft het gewoon een vast stramien. Heel kerstig, deze look. Maar die witte voetjes. Hier gaat een bronzertje op. Ik kan je dat wel vertellen. Echt, ook al zit het onderaan mijn lichaam. Die dingen vallen op, joh. Ik vind het zelf... Wow, ik stond iets te snel op. Het stijgt even niet naar de juiste plek in het bloed. Ik weet het niet wat ik van deze look vind. Het is een beetje Alibaba. Ja, heeft alle 40 rovers beroofd. En heeft zelf een outfit ervan gescoord. Later kutjes. In mijn eentje helemaal zo met glitter. En sexy top. En het is een beetje too much wel. Wat vind je van dit? Is het overdreven? Nee, maar is het overdreven? Is het niet heel erg kerst? Nee, kerst zeker niet. Meer waar jij het in de voorstelling over hebt. Net voor het liedje. Net voor het liedje. Porno. Porno! Oké, dan laat ik. Dat kan toch helemaal. Dat heb... Ja? Maar heb je dit al heel veel... Heel veel ja, maar daar heb ik een jasje overheen. En dat heb ik nu niet bij me. Nu is het... Nou joh, hier. Hey. Zit toch mijn jasje aan? Zet hij nou op... Ja. We doen het gewoon! Het ziet er beter uit hoor. Het ziet er minder... Nou echt. Jezus, ben jij naar Ibiza geweest toevallig? Ja, ja. Heb je eens op en neer? Je moet iets, hè, als je kind op de IC ligt. Dan doe je wat. Dit is beter, is echt beter. Oké, we gaan naar de mensen. Ja, laat deze gewoon aanstaan als beveiligingscamera. Dat jij niks stilt van mij. Er ook niks gebeuren. Al die snacks die je hier meeneemt. Ik heb dit gekozen, hè. Mijn autosleutel is zoals altijd in mijn tas. Dan moet je, niet, dan moet je natuurlijk niet in de video zeggen, hè. Dan weet iedereen dat dit... Ja. Nou, ik denk dat voor de meeste mensen de autosleutel in de tas zit, ligt. Dus het is niet zo van, wow! Wij weten wat we moeten doen volgende keer als we Nieke Plas zien. Nou, die van mij zit altijd in mijn broekzak. Ja, nou dat wil jij natuurlijk, dat de mensen dan gaan graaien. Je ziet mij zo ook doen voor een lippenstipje op en dan ga ik naar de mensen. Ja. Naar de mensen, naar de mensen. Ik probeer dat zo snel mogelijk om te kleden, maar ik maak ook een beetje chaos ervan. Dan zit ik op mijn mobiel, dan ga ik appjes beantwoorden en denk ik, ho, 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 nee. Naar het volk, voren. Naar voren. Het volk naar voren. Het volk voor. Ah, maakt me niet uit, je snapt wat ik bedoel. De foyer. Allemaal zo'n klank. Jongens, dit is nu helemaal geroofd, omdat het ligt hier. En ik heb natuurlijk ook al uitgedeeld aan Patricus. Die mocht ook helemaal losgaan. Allemaal repen waren hier en dingen. En hij, och. En kijk, dit hebben ze ook klaarstaan voor me. Dit gebeurt niet vaak. Dat er zoveel goodies om mee te nemen liggen voor een artiest. Soms kom je in het theater en dan zie je niet eens iemand. Hè? Niemand die je groet, niemand die zegt, oh leuk dat je er bent. Hoeft ook niet altijd helemaal met een massage. Maar gewoon, dat gebeurt niet altijd. Hè? En ik snap het in de zin van, oké, inderdaad, ja, ik kom hier om te spelen. En licht aan, daarna uit en doe je doek over het gezicht en weggaan. Maar als je dan zo wordt ontvangen, dat is zo leuk. En ook zo'n verschil wel. Dat je denkt, voor de theater die kijken, je kan, hè. Je hoeft niet alles neer te leggen, maar zou alleen dit neerleggen. En zeg heel veel plezier, enjoy. Echt hoor. Punten bij mij, punten. Kleine troubadour, je bent een schatwoud. Prima kassie voor je mooie snoet, als ik zo van houd. Maar kan kus je kleine meid, alsjeblieft kleine meid. Was het per ongeluk of was het expres dat je mijn kant op kwam? Kijk ernaast, hè. Hoppatee. Hoppatee. Wie is er straks één? Halli. Wie is er bij een jarig? Halli. Hiep, hiep. Hoera. Zeg maar, hoera. Hoera. Ja, kutjes voor die lekker ding. Je krijgt een broodje van mij. Frankie, ja, heb je gewonnen? 13-5. Wat? Ja, de eerste goal gescoord. Mooie goal was dan schot. Wat? Waarom ben je gedoucht? Nou ja, je bent helemaal verrast dat ik uit mijn badjas ben. Gewoon lekker. Is ook lekker om een keer gewoon frisjes het weekend door te glijden. Dus, Opie Dance komt zo. Yes, dat gaat sowieso iets meenemen. Het is niet oké dat je dat zegt.
Hey Noof! Maar mama, ik ga wel douchen voor de... Lekker, als je... Ja, je bent een beetje koud misschien, hè? Zeker. Zeker. Hey Noofie! Hoe gaat het? Ah, kijk wie komt. Nee. Ja. Nee, Oké, ga douchen, dat doe ik. Oké. Ga maar kijken naar eens opa, zo voor het gezichtje. Lulu, kom maar. Ga maar, iemand gaat je uitlaten, we weten nog niet wie. Baby ook. Mag ik de baby kijken? Nee. Mama, nee. Nee, zeker niet, nee. Zeker niet. Nee, toch gekkie. Nee. Ik dacht, ik moet Frankie een grap maken. Maar jij bent het ook. Jij bent misschien erger. Want je grapt, maar je bent serieus. Dus ga lekker douchen, jongen. Lekker warm. Kijk, dit is Harley's cadeautje. Baby, Harley, kijk eens. Oh. Ga je openmaken? Oh, oeh, zullen we helpen? Mag niet. Een cadeautje. Oh. Oh. George! Het is George! Mag Noofie ook even vast? Hij mag ook even kijken. Kijk jij ook even. Maar Noofie, ik heb nu jouw cadeautje. Nee. Hij is al blij hoor. Kijk, hij is al blij. Doe je de groeten. Het is niet van... Nee, maar is oké. Okay. Ze begrijpt nog niet. Zij is al blij met papier. Maar ik wil Frankie als laatste doen. Oh, dat is goed. Dan geef Noofie! Noofie! Ik heb nog een cadeautje voor je. Hij is klaar met de cadeautje. Kom dan. Kom maar. Nee, wacht even. Geef mij. Mag je openmaken? Kijk, voor jou. Dat je opmaken? Het is mijn. Ja, dat is jouw. Wacht maar. Politiewagen! Mag ik ook maken? Ja, ik maak al. Ja, mooie papier. Is het goed, is dat leuk, Harry? Ja, heel leuke schoentjes, schat. Goed gescoord. Ja, dat maak maar open. Ja, is nog wel ingewikkeld. Ja. Wow, met echte popo's erin, ai. Die zijn nu nog leuk. Die wil je nu nog zijn. Nu is het nog zijn. Okay. Politie is leuk, politie is goed. Politie moet er zijn, mij niet gezien. Want ik heb helemaal niet het geduld ervoor. Oké, wacht. Met mensen in het gesprek gaan. Zo, alsjeblieft. Wat zeg je daar, Novi Jax? Nee, dank je. Dank je wel. Nou kijk, Frankie had een helikopter gekregen, maar die van het werk. En ja, die werkte dus blijkbaar niet. Die ging niet de lucht in, hè? Hij wou niet opstijgen. Dus toen dacht ik, nou dan koop ik zelf wat van Frankie. Want als er iets mis is, dan is er meteen een nummertje. Kan je bellen en dan, weet je, dan werkt het. Oeh. Ik denk dat hij dit nog niet heeft. Nee, hij heeft het niet. Alsjeblieft, Frankie, alsof het je verjaardag is. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is een goede, hoor ik. Een telefoon? Ja, met een app zeker. Alles is met een app. Ja, ja, ze wil alles overnemen, alle gegevens. Is een goede voor beginners, heb ik gehoord. Oh. Ik heb er al één. Oh, je hebt er al één? Geef niet. Deze is nog leuker. Weet je wat gebeurd was? Nee. Hij had toen eentje bij zijn vorige huis. Ging hij vliegen. Ging hij een beetje iets wild met de joystick. Ik zeg, laat los. En hij bleef duwen. Hij vloog weg. Hij is nooit meer gevonden. Die drone is weggevlogen. Maar ik heb nog een andere grote en die heb ik ook. Die had ik toen, omdat ik het lullig vond, haal ik er nog één. Die zit in de opslag ergens. Oh, dat heeft hij nu. Maar dit is een goeie, want dit voelt meer professioneel. Ja, Ellen, ja, doe maar ook. Kijk, je moet dit even eraf schuiven en dan moet je het gewoon afschuiven. Want kijk, dit heeft ook een camera. Dit is een HD-cameraatje. Heeft hij ook niet die andere geen camera? Zeker niet, nee. Nee, want dan kon hij wel zien waar hij geland was. Oh ja, hij kan nu filmpjes maken. Oh, en zien waar hij heen vliegt. Ja. Als hij weer komt. Tenzij er een storing is, dan is het klaar met dit weer. Maar, en hij windstoot dingetje. My god, Frankie. Nou, wat zeg je dan? Dankjewel! Alsjeblieft. Dankjewel! Ja! Mooi, Mikado! Hij deed het! Hoor je, stop! Kijk, en dan moet je heel gevoelig houden in hem vast. Je moet heel gevoelig met je... Kijk, Lula is niet bang hoor. Oh, dan kijk, en dan ga je hiermee sturen. Hiermee. Niks aan de hand. Het is
is al goed. Je moet echt goed oefenen, want het is heel gevoelig hoor. Kijk. Ik doe maar wat hoor. Oh, kijk. Ieder geval omhoog gaan een keer. Hoger. En dan ga je hier sturen zo. Kijk, zie je, zie je, zie je. Hey, ik vind het wel vet hoor. Echt cool. I see you. En dan gaan we nu, dan gaan we nu landen, naar beneden. Voorzichtig, kijk. Voorzichtig ga je zo een beetje zo. Met je vingers zo heen en weer. En dan... Oh kijk, hij blijft ook. Oh kijk, hij blijft gewoon. Hij blijft gewoon. Hij blijft gewoon. Oh, oh, oh. Stop, stop. Stop. Leuk. Je bent ook enthousiast, hè? Je bent je gezicht in de keuze is helemaal van de man. Ik ga ook zoeken hoe je dan tegelijk gaat filmen. Hallo. Wat? Nee. Dit is nou een leuk, leuk ballon. We hebben het hier niet, zon. We hebben heel veel regen. Die keer die het gestuurd heeft vanuit Portugal. Mijn zus. Hele leuke kaart erbij. Jongens, je zult het ook niet geloven. Maar ik heb gekookt. Samen met Henna. Even geassisteerd met snijden. En met Frankie Dean. Twee gerechten. Waarom niet? Waarom wel? Als morgen daar niks hoeft te doen. Dat is vet chill. Ik denk dat ik maar gewoon naar die meid nu ga wakker maken. Ze heeft sowieso nog een paar extra pakketjes ingekregen. Dat zal ik samen openmaken. Niet dat zij wat begrijpt ervan. Maar zo leuk samen. Zo lekker. Net zoals vandaag met dance. Lief hè. Kom je even cadeautje brengen. Ja. En ga ik het warm geven. Ze had vandaag bijna een heel broodje op. Dus ik was helemaal in shock. En ik wow. De meid eet. Harley. Dit is voor jou. Lieve Harley, je bent alweer thuis. We vinden je een hele stoere en sterke meid. We zijn heel trots op je. Ik moet vandaag met Lofie en Harley schoentjes zetten. Oh. Dus heb ik een cadeautje gekocht. Maar het is niet altijd een cadeau wat je krijgt. Soms krijg je... Wat krijg je dan? Daar ga ik nog even over nadenken. Kom je snel opzoeken wanneer je goed aangesteld bent. Voor nu moet je lekker knuffelen met mama, papa en grote broers. Lobby, dikke kus, oompie, Joy, tante Melissa en je neefjes Ian en Odin. Oh. Oh, een nijn. Oh, Harry. Harry, Barry. Ik kan het gewoon Harry noemen. Als je er Harry noemt. Hey, Harry. Hé, hey, meid, kijk. Is die mooi? Wat vind jij ervan, Noof? Ga jij die geven aan Harley? Zo erg geschrokken dat hij zijn snavel in de kist heeft verstopt. Lily Lonnie zegt een foto dat hij helemaal. Kijk, maar dan neem ik wel deze mee weer. Maar die heeft ze ook gekregen, toch? Ja. Sure, George. Is ook leuk, hè? Ja, samen. Lulu, Lulu, Lulu. Lief, 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 maar doe me niet kussen. Ja, bleh. Nu moet ik je gezicht helemaal weer ontsmetten. Zit je in neus? Hey. Kijk aan mij. Ah, kiekeboe. Waarom zo boos, hoor? Waarom zo boos bij je? Wow, wow. Nou, we negeren het even, dit geluid, oké? Hier, poppetje 1 erin en poppetje 2 erin. Nou, nu kan je weer. Wat een mooie auto heb jij gehad. Vroom, vroom, vroom. Je zou niet... Je zou, oh, wat is er dan? Wat is er? Oké, kom maar. Kom maar rustig aan. Dan gaan we lekker eten dan. Oh, je doet nu alsof je over bent. Niemand snapt het. Hier, hier, hier. Maak geluid. Oh, ik weet wat dit is. Oh, dit is heel leuk. Dit is ook helemaal van heel ver weg ook. Dit zijn hele mooie zakken die je kan hangen aan een bed, van een ledikant. Waar je allemaal lekker dingen in kan opbergen. Hele mooie stoffen ook. Oh, wauw, kijk. Dit doet me denken aan die stoffen van, ja, batikstof uit Indonesië. Maar het zijn ook gewoon Afrikaanse stoffen. En dan kan je dan ophangen en dan kan je dan leuke knuffeltjes of boekjes in doen. Dat is leuk, hero. Ja, wat leuk. Kijk, het kleurt leuk. Dit is zo schattig, ik kan niet meer zo schattig. Nee, wanneer dit opgehangen wordt, dan neem ik het even goed mee, maar... Oh my god, ik heb zo'n zin in het huis. Oh my god, oh my god. Iedere keer als ik een huis voor binnen krijg of zo, denk ik echt... Hoe lang nog? Hoe lang nog? Oh, even voorhoofd checken. Ja, ik vind je schattig ook. Ik heb gewoon een discussie hier met mijn kind. Novo Jax, we gaan gewoon lekker spelen met de spulletjes en we gaan niet de mand omgooien, oké? Okay? Nee, je hoeft niet... Oh, hebben we overal met alle spullen? Mm-hmm.
Want hij, vanmiddag zat hij erin, ging Denzel hem optillen, vond zat hij in de mand. Maar zo, dus weet je toch zo'n kind wat er vondeling is gelegd? Zo zag het eruit. Je weet toch Mowgli in het mandje in de rivier? Ja. Ik heb een baby gevonden, zo zag je broertje eruit. Als we bij een voordeur zouden neerzetten, waren we hem kwijt. Voordat de zon omlaag was. Nee. We gaan niet omgooien. Nee, Novi Jax. We gaan dat niet doen. Zo, met je lange pony. Ze is met zijn vrienden weg. Naar Bungalup. En toen ik hier vorige keer niet sliep, omdat ik was in een hotel, weet niet, na voorstelling, zei hij, weet je wat ik gedaan heb? Ik heb Novi zijn bedje hier naar binnen gehaald. Want dit is een donkerdere kamer. En toen sliep hij langer uit. En ik ben, ja, geneigd om te denken. Nee, je slaapt. Alle kinderen op één kamer. En jij klinkt te wakker. Hallo? Ik heb nog dit voor jou. You want it? En ze duwt het alweer weg. Nou, oké. Ik geef het zo wel in je slaap. Til ik je bij mij. Nee, je moet drinken. Want je krijgt plasmedicijnen en je moet dingen uitplassen. Maar dan moet je ook nieuw vocht erbij. Hoor je mij? Nou, dat dacht ik ja. Nee, je kan meteen hierop. Oh, je bent er klaar voor. Ja. Wipperijen. Ja, wipperijen. Lekker wipperijen hoor. Gezellig. Wiehoe. Oh. Oh, oh, oh ja. Doe je mondje niet boven die metalen beugel, want ik heb dat eerder goed zien misgaan. Oh. Ik ben jou niet vergeten. Ik ben jou niet vergeten. Oh, echt, ik zou het zo leuk vinden om in een warm oord te wonen. Als je buiten loopt. Oh ja, dit kan. Als je broer het maar niet nadoet. De zus van mij, Portugal, lekker. Koude dag, 17 graden in de winter. Een stondetje schijnt gewoon lekker 21. Weet je wat ik ook vind? Iets voor in de toekomst. Dat zodra mensen hierop gaan zitten, dat er zo'n verwarmingselementje bij je bibs komt. Dat zou ik wel leuk vinden. Toch? Maar daarvoor moet je... Ja, jij bent het warmst, geloof me, van ons allemaal. Fruitje eten, mama. Fruitje eten? Ja. Goed idee. Ga maar zitten dan. Wat er wel in, hè, jongens? Even een fruitje zo. Ik bedoel ook heel lief erbij zitten van... En ik? Sorry, jij krijgt thuis een brokje. Een snackie. Gaat het goed, Noof? Wat doe je? Oh, je vingertjes in de opening van de bank. Dat is leuk, hè? Lekker poeren. Oh, ja, je krijgt. Hier al is het. Ik moet er even testen. Alsjeblieft. Lekker, hè? Peer. Ik kan lachen, toch? Kijk er. ik word gevoerd. Yeah. Dit voelt als een zondag. Hij komt je vertellen dat het nat is daar. Novi, had jij al gegleden erin? Ja, hè? Je hebt jezelf helemaal nat gemaakt. Laat je billen zien. Ja, kijk, nat daar. Ik ga het op hebben. Ai. Oh, nou. Met het water en oh jeetje, en toch semi-lompigheid van je vader. Ik weet niet of het zo slim idee is hoor. Support daar even, wat daar gebeurt. Nee, dat niet. Jawel, alsjeblieft. Oh, kijk hem in spagaat. Nee. Nee, je mag hem wel op. Oké, Frank, je mag hem wel helpen, maar dan moet je hem remmen tot en met daar. Moet je hem even helpen een beetje? En dan moet je snel naar voren rennen, dat hij niet... Haal hem tegen. Joep, oké. Want daar is water. Nee. Help hem. Lijk in. Oh, alsnog. Het is zo niet normaal met die jongen. Het is zo niet normaal, Arlie. Oh, jongens. Echt. Ze zijn zo wild en zo woest. En daarom dacht ik, gaan we er even uit? We proberen die drone net de lucht in te krijgen. Lukt ons niet. Ik moest even Dance vragen. Hij nam niet op. Ik ben niet zo technisch met dat. Je hebt een loodje getrokken.
meisje. Van een meisje. Maar dat is niet erg, dat kan ook leuk zijn. Jongens, jullie gaan stuk. Wat ik later voor werk wil gaan doen. Koken of schoonmaakster? Ze vindt schoonmaken echt heel leuk dus. Schoonmaakmiddel. Schoonmaakmiddel. Oh, dat is ook leuk. Zo'n fles met schoonmaakmiddel. En dan gaat ze helemaal dwars. Nee. Vind ik niet leuk, want dat hoef je ook niet meer aan mij te geven. Hè? Wat zeg je allemaal? Dat hoef je ook niet aan mij te geven. Dat hoef jij niet aan mij te geven. Nee, maar ik bedoel, jij hebt ook niet schoonmaker voor passie en verschiet. Ze traint wel zwaar hoor. Omdat iemand niet droog is, kan je wel fit zijn. Nee, maar ze is wel heel, ze traint wel veel, ze is wel sterk. Wie, Beyoncé? Ja, ze is wel sterk. Ze leek van de afstand op Beyoncé. We zijn even iemand online aan het raten, maar ik ga stuk. Wie is het dan? Maakt niet uit. Hoef niet te... Kan je het na de uitzending zeggen? Ja, je kijkt toch je debat? Ja, maar het moest toch geven? Ja. Maar die man ook gewoon Mr. Bombastic. Hele vragenlijst, jongens. Echt een hele vragenlijst. Mijn lievelingsmuziek. Adrenaline. Is dat een liedje van Antoon? Oké. Wat doe ik graag op school? Rekenen. Gelukkig maar, want het is verkeerd gespeld. Serieus? Ik zat rekenen. Niet lachen, jij mag ook fouten. In mijn broodtrommel zit worst en appelstroop. Worst en appelstroop, kapot raar. Kijk, dan moet je iets... Kijk hoe Vanopie zit met oma. Kijk, dan moet je zo'n knutsel maken. En dan daarin moet je het cadeautje. Ja, leuk, dat is een surprise. Ja, dat heb ik vroeger ook gedaan. En daar ook gedicht bij. En, ja, en er staat bij ouders, dat is ook net de app, ouders mogen niet helpen. Dus succes, want je bent een knutsel. Dacht er niet even. Ik dacht het wel, hè. Dacht er niet aan op ik emotie. Nou, Novi doet net alsof hij in de rollercoaster zit. En dat gaat heel snel. Hou je oma vast, Tonhoof. Hoofd. Oh. Oké, nou? Gaat hij goed? Maar hij zit dus ook zo'n grote hond. Daarom let hij niet op. Hij zit een grote hond. Clifford, de grote hond. Oh, dat doe jij eens even niet zo hyper, man. Hoe heet ook weer die mensen die helemaal hyper zijn? Hippies. Nee, hippies toch? Hippies. Oh, weet je wat ze wel zegt? Heel schattig. Nog belangrijke dingen over mij. Staat dubbele punt. Moet zij dus invullen. Dat ik geen ruzie wil maken. Oh, dat is wel cute. Vredestichter. Misschien wel een groot peace teken voor haar maken. Toen ik het voor het eerst zei dat ik dat van Frikkie was. Toen dacht ik bij een van de vragen. Waarom doet hij zijn ouders niet? Waarom doet hij iets met zijn zus? Ik hou van mijn zus, papa en mama. En mijn broer niet. Waarom noem ik mijn broer niet? Nee, dat zou wreed zijn. Nee, dat zou Frenkie zou zeggen, ik hou van ze allemaal. Maar mijn broertje is wel vervelend, dat zou hij eerlijk zeggen.